Jullie hebben net gekeken naar de clip Voorzichtig van Roald. Ik vind hem een van de meest briljante liedjeschrijvers. En als je naar die clip goed hebt gekeken, dan zie je een opblaaskerk. En wat zijn boodschap daarmee is, is dat wij als kerk soms wat opgeblazen en afstandelijk zijn. En hij wil dat we ons meer laten raken door onze omgeving. De mensen die eenzaam zijn, de mensen die pijn hebben. En van daaruit in relatie met mensen komen om ze goed te helpen. In plaats van vast te zitten in onze bijbelteksten en onze kerkelijke structuren. Naast mij zit een jongen die hem erg goed kent. Michiel. Hey. Hoe is die? Goed. En jullie zijn bezig geweest met een heel tof concept, Schrijvers voor Gerechtigheid. Kan je daar me wat meer over vertellen? Ja. We zijn vorig jaar, rond deze tijd, met een groep van 14 schrijvers, dichters en componisten bij elkaar gaan zitten in een groot huis in Voorthuizen. En daar hebben we een week lang geschreven aan liedjes voor in de kerk over gerechtigheid. Hoe was dat eigenlijk? 14 schrijvers bij elkaar, hebben jullie niet onwijs ruzie gekregen? Want ik weet hoe dat met schrijvers gaat, Roland. Meestal zijn schrijvers niet zo happig op kritiek. Ja, dat klopt, ja. Ze wisten van tevoren waar ze begonnen, dus de echte ruziemakers zijn weggebleven, denk ik. En het werkte wonder wel. We zaten dan in een kamertje te schrijven en dan was er een couplet, maar geen refrein. En dan kwam er iemand langslopen en zei, oh, die kan goed refreintjes, kom even binnen. En die kwam dan even de kamer in en die had dan een idee. En daarna ging hij weer weg. Okay. En dan ging het lied verder. En bij heel veel liedjes staan ook wel 7, 8 namen. En het was voor mij wel een wonder van samenwerking. Ja, het viel mee, dus het ruzie. Ja. Waarom was het nou nodig, dit album? Want volgens mij hebben jullie het echt met een speciale boodschap geschreven. Waarom was dit nou nodig? Schrijvers voor Gerechtigheid. Wat heeft Nederland aan deze CD? Nou, wat je ziet in de kerk is dat er, of wat wij in ieder geval om ons heen zien, is dat er een groeiend bewustzijn is dat gerechtigheid iets is waar Gods hart naar uitgaat. Hij is juist betrokken bij mensen die onderdrukt worden, bij mensen die in armoede leven, bij mensen die eenzaam zijn. Zijn hart breekt daarvoor. En er zijn al heel veel mensen die op allerlei manieren daarvoor in actie komen, organisaties. Maar als je dan op zondag in de kerk zit, dan zingen we eigenlijk alleen maar over onze eigen relatie met God. En over wie God is en over hoe blij we met hem zijn. Maar dan lijkt het alsof die wereld in een keer buiten blijft, zodra de kerkdeur ook achter je dicht gaat. Nou, dat vonden we heel vreemd. Dus we wilden graag liederen schrijven die drempel eigenlijk wegnemen. Zodat je ook tijdens het zingen naar God, tijdens aanbidding, ook liederen kunt zingen die je hart juist openen voor de mensen om je heen en de wereld om je heen. Okay. Roland, als je kijkt naar het hele album, wat is nou jouw favoriete nummer? Ja, dat is een mooie vraag. Nou, Voorzichtig, die net hebben gezien, die staat erop bijvoorbeeld. Te gek nummer. En een apart nummer, en dat is God laat ons zien, of door de ogen van de ander. Dat begint heel simpel met, Heer, u had honger en u vroeg om wat brood. Nou, dat is mooi. En dan is het volgende zinnetje, van mij kreeg u geen eten. Ja, precies. Bizar. En dan denk je, bizar. En dat is natuurlijk een stuk uit Matteüs 25, waar Jezus dat vertelt, dat verhaal. En dat gaat dat hele liedje door. En het is eigenlijk het enige liedje wat je eerlijk kunt zingen, want zo is het vaak. Ja. Dus een heel apart liedje, maar het trekt je wel meteen naar buiten toe. Van hier moet wat gebeuren. Prik die kerk maar lek, zeg maar. Het liedje wat jullie vandaag hier in de studio gaan doen heet Zeeën van Recht. Kan je daar kort wat over vertellen, Michiel? Ja, het lied is geschreven naar aanleiding van de tekst in Amos. En Amos was een profeet. En God sprak door hem heen tot Israël en hij zei, ik ben zat van jullie erediensten, ik ben zat van jullie gebeden, van jullie liederen, zolang jullie niet de dingen doen die ik belangrijk vind. En zolang jullie niet recht gaan doen, hoef ik ook jullie liedjes niet te horen. En het is eigenlijk heel tegenstrijdig om daarover te zingen in een liedje, maar vond dat wel heel mooi. Dus het is opnieuw gedicht door Menno van der Beek en we hebben het op muziek gezet. En gaat voor je zingen. Wij gaan nu genieten van Michiel van Heusden en Roland Smit, Zeeën van Recht. God ziet u overal op onze aarde. De liefde wordt verzuurd. Met recht gemodderd wordt. Maar in de hemel klopt het droevig hart van God. God wil zeeën van recht en rivieren van liefde.
die heel de aarde weer vol laten lopen met recht. De blauwe wereld zweeft tussen zijn sterren en God doet elke dag opnieuw de lichten aan en ziet het onrecht dat die dag weer wordt gedaan. God wil zeeën van recht en rivieren van liefde die heel de aarde weer vol laten lopen met recht. En God hoort het gezang, hij hoort alle gebeden. Hij kan geen onrecht zien van mensen hier beneden. De hele wereld blijft zijn wetten breken. Hij ziet hoe elke dag het onrecht groter wordt. En in de hemel groeit de woede in Gods hart. God wil zeeën van recht en rivieren van liefde die heel de aarde weer vol laten lopen met recht.